Bij het gemeentehuis in Druten weet men niet beter. Elk uur tussen 7 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds is dit gezellige geluid te horen. Het is gewoon de symboliek die bij het gemeentehuis hoort. In combinatie met de dagstructuur die mensen toch ondervinden. Doordat ze elk uur het carillon horen slaan. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat straks in Wijchen dit geluid ook een aantal keer per dag te horen is. Een burgerinitiatief probeert al jaren een carillon te plaatsen in de toren van het Wijchens kasteel. Het vorige Wijchense college was tegen dit initiatief, maar een nipte meerderheid in de raad wist uiteindelijk te besluiten dat er toch eerst enkele onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Inmiddels is het cultuurhistorisch onderzoek van adviesbureau Raap afgerond. Het rapport geeft aan geen uitspraak te kunnen doen voor het plaatsen van een carillon in het kasteel, omdat andere opties nog niet grondig zijn onderzocht. En daarom leidt de discussie weer op. Dit is toch een prachtig geluid? Ja, prachtig geluid, maar niet voor in de kasteeltoren van Wijchen. Nee? Want zoals je ziet is het een prachtig kasteel geworden na het verbouwen van het hele kasteel vorig jaar. En het heeft 3 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost, doordat het weer in volle glorie is hersteld. Maar een carillon, ja, het voegt niks toe aan de cultuurhistorische waarde. Ook maken enkele Wijchenaren zich zorgen over geluidsoverlast, zoals de voorzitter van Museum Kasteel Wijchen. In ons museum, dat is 6 dagen per week open, daar draaien we met behulp van de inzet van 100 enthousiaste vrijwilligers. Die mensen hebben we hard nodig. Als die mensen daar de brui aan gaan geven, omdat elke half uur het carillon gaat spelen, dan hebben wij als museum een groot probleem. Zou dat binnen goed te horen zijn, denkt u? Dat denk ik wel, want ook de toren hoort bij het museum. En in een half jaar, in de zomermaanden, staan de ramen van de toren ook open. Daar ontvangen wij ook groepen en daar uiteraard hoor je het daar heel goed. Hebben de vrijwilligers al aangegeven dat ze daardoor willen gaan stoppen? Ik heb een aantal mensen gesproken en die zeggen inderdaad van dan hoeft het voor mij niet meer. Voorstander van een carillon, Wijchen Lokaal, snapt niet waarom mensen zich nu al druk maken over geluidsoverlast. We zien het onderzoek ernaar nog niet is afgerond. Want het is veel te vroeg. Eerst die onderzoek afwachten en dan pas met een mening komen. Wijchen Lokaal wacht dus het onderzoek af. Tot die tijd zien zij een carillon wel zitten. Wij zijn voorstander omdat het een extra dimensie geeft aan het centrum van Wijchen. Heel veel dorpen en steden hebben een carillon. En het is gewoon iets waar je je thuis bij voelt. En dat hoort bij Wijchen ook, vinden wij. Ja, we zijn ook niet helemaal tegen een carillon. Bijvoorbeeld op het nieuw te ontwikkelen evenementenplein bij tussen Kasteel en Wijchensmeer. Of bijvoorbeeld bij de Antonius Abtkerk. Er zijn mogelijke andere locaties voor een carillon in het centrum.